Tutorial. Hoi, ik ben Rome van Beats & Basics. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een kralenarmband kan maken met behulp van deze Kumihimo schijf. Het ziet er heel ingewikkeld uit, maar het is echt heel makkelijk. Ook kan je bij deze video 20 euro shoptegoed winnen. Reageer onder deze video met welke kleur jij de armband zou maken en maak kans. Hetgene wat je nodig hebt om een Kumihimo armbandje te maken met kralen is een schaartje, een magneetsluiting, een stukje tape, celondraad. Zelf heb ik gekozen voor twee kleuren facet kralen, 3x2 mm, sieradenlijm en een Kumihimo schijf. De eerste stap voor ons Kumihimo armbandje is het afmeten van de touw. Ik heb 8 stukken nodig van ongeveer een meter, dus die ga ik nu eerst afknippen. Dan heb ik 8 stukjes celondraad afgeknipt van een meter. En dan leg ik aan het einde een knoopje in. Als je knoop door de Kumihimo schijf gedaan hebt, gaan we de draad bevestigen aan de schijf. Vervolgens gaan we de kralen rijgen aan de draad. Ik heb ervoor gekozen om twee kleuren facetkralen te gebruiken. En dat heb ik omdat ik een draaiend effect wil krijgen dadelijk. Dat betekent dat ik de donkerblauwe kralen doe ik op 25 en op 9 tegenover elkaar. En mijn lichtblauwe kralen doe ik op 17 en 1 rijgen. Ik heb nu mijn lichtblauwe kralen aan de rechterkant van de 1 gedaan. En omdat ik dadelijk wat makkelijker wil werken en niet alles in de knoop wil hebben, schuif ik deze door zo dicht mogelijk. En rol ik dit stukje touw om mijn hand om. Op deze manier. En dan pak ik een stukje tape. Dan plak ik deze even aan elkaar. En zoals je kan zien is mijn draad nu een stuk korter en dat betekent dat het dadelijk niet zo snel in de knoop gaat. Want als je aan deze kant kijkt, dan zijn de draden heel lang en dan raakt ze snel in de knoop. En als je ze op deze manier bij elkaar houdt, dan gaat het veel makkelijker en sneller. Dus nu ga ik verder. Nu pak ik mijn touw aan de andere kant van de 1. En daar doe ik nog een keer de lichte blauwe kraal. Dus nu heb ik twee keer lichtblauwe kralen aan de links en aan de rechterkant van de 1. En dan ga ik mijn schijf draaien. Ben ik bij nummer 25. En dat betekent dat daar de donkerblauwe kralen komen. Deze eerste stap neemt best wel wat tijd in beslag. Maar als je dadelijk gaat beginnen met het maken van de armband, ben je er zoveel sneller mee klaar als je deze stap eerst doet. Zoals je nu kan zien heb ik alle kralen aan de celondraad geregen. Dus nog één keer voor de herhaling. Op nummer 1 en nummer 17 hebben we de lichtblauwe kralen. En 9 en 25 hebben we de donkerblauwe kralen om het patroon van dadelijk te creëren. En nu gaan we beginnen met het maken van de armband. Ik ga beginnen met alleen de draad, omdat ik eerst het beginnetje wil maken voor de sluiting dadelijk. Het is eigenlijk één handeling die je continu moet herhalen. Dus dan pak ik aan de bovenkant de linker draad. Die doe ik naar beneden en doe ik ook links daarnaast. Vervolgens pak ik de rechtse van onder en doe ik die rechts erboven langs. Dan draai je hem een kwartslag en doe je precies hetzelfde. Dus eerst de linkse boven, doe je naar links onder, dan pak je de rechts onder. En doe je naar rechtsboven. Deze handeling blijven we herhalen tot we ongeveer een centimeter aan Kumihimo hebben gemaakt. Zoals je hier kan zien, heb ik nu ongeveer een centimeter Kumihimo gemaakt. Dan is het klaar voor de volgende stap. En dat is de kralen toevoegen. Dus we beginnen weer linksboven. Maar nu schuiven we meteen één kraal mee. Het is erg belangrijk dat je zorgt dat die kraal onder de vorige draad komt.
te liggen. Dus op deze manier dat hij eronder komt. Want anders ga je de draad wat beter zien en dat wil je eigenlijk niet. Het is belangrijk dat hij er dus niet boven komt te liggen. En dan pakken we weer de rechtsonder. Laten we hier ook een kraal naar beneden schuiven. Doen we hem onder de andere draad. En doe je hem eroverheen. Gaan we weer een kwartslag draaien. Ga je linksboven, laat je de kraal zakken. Laat je hem hier onder deze draad gaan. En doe je die. En dan pakken we rechtsonder. Pakken we de kraal. En laten we die onder deze draad zakken. En gaat die naar rechtsboven toe. En op deze manier blijf je steeds doorgaan. Dus linksboven, rechtsonder. En een kwartslag draaien. Je begint al heel snel te zien hoe je armbandje begint te vormen. Dus dat is super leuk. En als je deze stap vaak hebt herhaald, dan zie je dat de armband zich al begint te vormen. Ik ben doorgegaan tot ongeveer 16 centimeter, omdat het perfect is voor mijn polsmaat. Maar je kan het beste voor jezelf even opmeten wat voor jou het beste is, zodat hij perfect past. Nu gaan we hem afwerken. Dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als dat je bij het begin hebt gemaakt. Dus dat betekent dat we weer linksboven, rechtsonder gaan doen, maar dan zonder de kraaltjes. En dit doe je totdat je ongeveer een centimeter gemaakt hebt, zodat je daar dadelijk je sluiting op kan bevestigen. Als je je sluiting gemaakt hebt, dan haal je voorzichtig al je draden eraf. Dan knip je alle stukjes af en dan leg je daar een knoopje in. Op deze manier. Nu ga je wat sieradenlijm aanbrengen op die buitenkantjes, zodat als we hem daar afknippen, dat hij netjes blijft zitten. Dan gewoon een heel dun laagje. Een beetje rondom. En dit laten we dan even goed drogen. En aan de andere kant doe ik hetzelfde. Nu de lijm gedroogd is, ga ik het eindstukje afknippen totdat hij past in de magneetsluiting. Daar heb ik een kleine truc voor. Als je hier je sluiting hebt, heb ik hier een paperclip opengebogen en die steek je er dan in totdat hij niet meer verder kan. En dan meet je zo dat dit stukje zo diep is de magneetsluiting. En zo ver wil ik ook mijn touw afknippen. Zo is dan tot hier. En dan knip ik die met de schaar af. En doordat we de lijm hebben gebruikt, blijft dit nu mooi bij elkaar en kunnen we dat dadelijk netjes in de magneetsluiting doen. En als je dan afgeknipt hebt, doe je aan alle kantjes een beetje lijm. Niet te veel, want dan komt het er voornamelijk aan de onderkant weer uit. En dan doe je hem in de magneetsluiting. En dan gaan we de andere kant ook nog even doen. En als je dan de magneetkantjes aan allebei de kant gemaakt hebt, laat je hem goed drogen en dan is je armband helemaal klaar. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En zie je, het is veel makkelijker dan dat het eruit ziet. Heb je ook een mooie kraalarmband gemaakt? Deel het met hashtag #BeatsAndBasics op Instagram. En vergeet niet te reageren onder deze video met welke kleur je hem zou maken. Want je maakt nog steeds kans op 20 euro shoptegoed. Tot de volgende keer!